Gelukkig is het gemeentehuis in Kuik nog steeds in gebruik. Er wordt hier nog druk vergaderd, je kunt hier nog van alles afhalen. En soms komen hier ook scholen op visite. Want vandaag heb ik bij me, jij bent... Daan. En jij? Tij. En jullie zijn van een school. Nu ben ik heel benieuwd welke school. Pater Heimacht. Die ken ik helemaal niet. Is die uit Kuik? Nee, die komt uit Stevensbeek. Aha, en helemaal van Stevensbeek hier naar Kuik gekomen. En wat jullie gaan doen, dat zal meteen duidelijk worden. Want jullie gaan zo de raadzaal in, hè? Ja. Na mevrouw wie? Bouke van de Bruin. Juist. Oké, okay. Nou, wij gaan kijken wat jullie hier komen doen. Zet hem op. Allemaal van harte welkom. Superleuk dat jullie vandaag hier zijn. Want ik zie daar drie heren op een rijtje zitten. Met heel veel doekjes voor zich. En misschien is het wel leuk dat jij er eens even iets van vertelt waarom jullie die meegenomen hebben. Wij hebben deze doekjes meegenomen, want met de Energy Challenge hebben wij per maand 12 zakken van deze doekjes bespaard. En ja, we wouden eigenlijk 72 meenemen, maar zoveel doekjes hebben we nog niet eens op school, want zoveel hebben we al bespaard. Nou, dat is echt heel bijzonder, want er liggen hier niet alleen doekjes, hè, maar ook nog aan die andere kant. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe is dat dan gekomen? Want besparen gaat natuurlijk niet vanzelf. Hoe is het gekomen dat iedereen minder doekjes is gaan gebruiken op school? Weet je dat nog? Normaal gebruikte, als iedereen zijn handen was, dan gebruikt normaal iedereen de doekjes. En nu doen we echt onze handen schudden en daarna maar één doekje gebruiken. En sommigen die doen er zelfs geen doekjes gebruiken. Maar is iedereen zelf op dat idee gekomen dan om handen te schudden? Want ja, niet alleen jullie moeten dat doen, maar er zijn natuurlijk nog veel meer kinderen op school. En hoe komt dat dan dat iedereen dat heeft geleerd bij jullie op school? We willen dat onze school groener wordt. Nou, Lynn en ik die hebben... Lynn die heeft het voorgedaan aan de kleuters. Moesten handen wassen. En daarna hebben de kleuters het ook gewoon gedaan. En toen hebben we doekjes bespaard. Ja, maar hadden ook wat hadden jullie nog opgehangen? Een poster, hoe ze moesten handen wassen. Oh, dus het is en uitleg geven en een poster opgehangen. Ja. En controleren jullie nou ook nog of iedereen het goed doet? Want ja, ik zie hier heel veel doekjes liggen. Blijkbaar gaat het dus nog steeds goed. Ja. Nou, we hebben een schoonmaakster en die... nu de prullenbak zat eerst wel vol en nu wat minder vol. Nou, dat is wel ideaal om ook de schoonmaakster er dus bij te betrekken. Dat die controleert of dat de prullenbakken leeg blijven. Ja. Maar ik kan me ook nog iets heel anders herinneren van toen ik bij jullie op school was. En toen waren we buiten aan het kijken. En er was een boom die in de weg stond. Daar gaat ook iemand over volgens mij. Wij spelen graag op schoolplein. En... voetballen. En de boom kwam er altijd in. Want we hadden scherpe puntjes erin. Toen hebben we een brief gestuurd naar de boomkwekerij waar de boom vandaan kwam. Toen hebben we gevraagd of we met hun in samenwerking konden gaan en nieuwe bomen mochten krijgen. Als ze nog op het einde van het seizoen nog een boom over hadden. Maar dat was helaas niet zo. Mm-hmm. Maar of... dus we konden of een nieuw kopen of we konden hem helemaal weghalen. Alleen dat wouden we eigenlijk niet doen, want we waren ook bezig met het schoolplein groener maken. Dus we wouden eigenlijk een nieuwe boom ervoor in terug. En vond jij dat makkelijk gaan, die brief sturen? Want ik had wel met die juf gezien toen, leren brieven schrijven. Een echte formele brief moesten jullie schrijven. Was denk ik nog niet zo makkelijk, of wel? Nee, want we hadden... we hadden een brief geschreven
En daar zaten al vrij veel foutjes in. Dus we moesten alle foutjes even een beetje... verbeteren. Oh, ja, dat is leuk. En wie verbetert dat dan? Doet de juf dat of jullie samen? Dat deed Daan, Vince en ik. Eigenlijk deed Vince meer typen, Daan opschrijven en ik dan weer tekenen. En het is goed gelukt, want jullie hebben wel voor elkaar gekregen wat moest gebeuren. Ja, en dan moeten we volgens mij een keer gewoon gaan ophalen, want hij kan hem niet gaan brengen. Nee. Maar nou ben ik eigenlijk wel heel benieuwd wat jullie dan eigenlijk vandaag nog komen doen, want ik ben bij jullie op school geweest. Daar hebben jullie mij heel veel laten zien, de boom, de doekjes. Maar ook hoe vaak jullie de lampen uitzetten, de verwarming lager zetten. Maar ik denk dat jullie vandaag, want jij was er vorige keer helemaal niet bij. Of zijn we speciaal voor jou hier vandaag? Kun je mij vertellen dan wat jij hier komt doen vandaag? De toekomst toebrengen. Oké. We willen eigenlijk dat de toekomst toe in de raadzaal komt te staan. En dan als ze beslissingen maken over de toekomst, dat ze dan ook aan ons denken. Oh, en aan jullie die hier allemaal aan tafel zitten. Ook aan de kinderen gewoon. Gewoon aan de kinderen. Ja. Nou, ik had namelijk nog, want ik was eigenlijk wel benieuwd wat jullie vandaag kwamen doen. Want ik dacht, ja, ik ben bij jullie op school geweest. En wat is de doel van de toekomst eigenlijk precies? En toen heb ik dat even opgezocht op internet. Want zo nieuwsgierig ben ik dan. Want ik denk, oh, wat zouden ze nou komen brengen? Dus ik had al een beetje gezien hoe zo'n stoel eruit ziet. Maar mijn eerste vraag is, schilderen jullie die dan zelf of krijgt iedereen dezelfde stoel? Nee, ik heb die zelf geschilderd. Helemaal zelf geschilderd? Ja. En heeft iedereen hier aan tafel daaraan meegeholpen? Ja. Ja, alleen Tiny, want die wou het niet. Je kunt ook niet alles willen. Hè? Ik vind het al super knap dat jullie dat met z'n allen hebben gedaan. Nou, en wat ik gehoord had, is dat die stoel van de toekomst eigenlijk een idee is van Jan Terlouw. En Jan Terlouw die zegt eigenlijk van, goh, al die grote mensen die maar praten over de toekomst, dat vinden we eigenlijk helemaal niet goed. Want de stoel van de toekomst moet bij elke vergadering eigenlijk wel te zien zijn. Dus jullie nemen hem nou mee, hè? Dus dan kan ik hem in de raadzaal zetten. En dat wil ik ook best wel doen. Maar ik dacht, ja, de raad die vergadert maar één keer in de maand, dat is eigenlijk helemaal niet vaak. Maar de burgemeester en de wethouders, die vergaderen eigenlijk elke week. Dus ik dacht, ja, daar moet hij dan toch ook af en toe te zien zijn. Dus ik heb eigenlijk gedacht, nou donderdag, jullie komen precies op het goede moment. Want donderdag is raadsvergadering. En ik ga de stoel van de toekomst dan ook in de raadzaal zetten. Dus donderdagavond dan zal ik er ook heel even iets over vertellen. In de raad dat jullie die zijn komen brengen. Kan ik dat ook meteen doen, dan zet ik hem daar neer. Maar ik wil eigenlijk vragen aan jullie, van ja, vinden jullie het ook goed als ik hem dan een keer naar de vergadering meeneem van de burgemeester en wethouders? Want dan kunnen ze hem daar ook goed zien. Ik ben altijd heel vroeg op school, om 7 uur al. En in het begin zette ik dan al het digibord aan. Maar de kinderen komen pas om 8:30. Dus eigenlijk staat het digibord 1,5 uur eigenlijk niks voor niks energie te vreten. En natuurlijk doe ik er ook van alles op. Maar dat kan ik ook op mijn laptop doen. Dus zelfs zet ik het digibord pas aan als we het echt nodig hebben in de klas. Want we beginnen eerst met de ochtend op starten. Ik ga heel vaak voorlezen. Ja, dan hoeft dat digibord nog niet aan te staan. Ik kan me ook nog wel herinneren toen ik bij jullie op school was, dat er ook nog wel een paar leraren moesten wennen aan de verwarming wat kouder. Ja, en dat die zeiden, ja, we hebben nou dikke truien aan, want we hebben wel meer kleren nodig. Ja, in het begin hebben we misschien iets te veel de verwarming laag gehouden. Toen hebben we ook wel heel veel bespaard. Het is nu iets minder, want ja, de wintermaanden zijn toch iets kouder geweest dan verwacht. Dus toen hebben we iets minder bespaard. Maar we zijn wel heel alert om te kijken van hoe is de temperatuur. Als het echt koud is, ja, dan moet je ook echt omhoog. Maar de kinderen weten nu zelf wel iets sneller van, we moeten een extra vestje aan. En hij hoeft echt niet op 21, 22 te staan. Nee, en wat ik ook wel heel erg leuk vond, want op heel veel scholen hoor je, ja, het is zo druk in het onderwijs en dat is het natuurlijk ook. Maar wat ik heel leuk vond aan de meesters en juffen bij jullie op school, is dat ze zeiden, maar ja, zo'n leuk project gaan we gewoon toch doen. En dan gaan we gewoon heel veel dingen die kinderen moeten leren, juist
in het programma doen. Bijvoorbeeld, er moest een boom geregeld worden, het leren van een formele brief schrijven of instructies geven. En dat er heel veel dingen eigenlijk heel goed pasten bij een actueel thema. En ik vond het ook wel leuk om te zien hoe enthousiast iedereen bij jullie op school daarover was. Ik heb dan ook gezegd, groot compliment voor het onderwijs bij jullie op school, dat dat zo kan. Dus echt heel knap. Yeah.